De drie oude waterpompen van het pompgemaal Wageningen zijn dringend aan vervanging toe. Dat zegt minister Pralaat Seudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Minister Seudien bracht gisteren een bezoek aan Wageningen nadat hij rapportage kreeg over de slechte staat van de drie waterpompen. Deze pompen zijn al meer dan 60 jaar oud en functioneren nauwelijks meer. Vorig jaar kocht de regering Bouterse drie waterpompen uit India. Deze zijn echter nog niet geïnstalleerd omdat Suriname zelf geen technicus heeft, zegt Seudien. Die pompen zijn geleverd. Dat is van India dus, die twee? Het gaat om de pompen, drie pompen uit India, die zijn geleverd. En die pompen, zie je dat vorig jaar, is een heel proces geweest van inschrijving. Uiteindelijk is er maar één aannemer overgebleven. Aan hun is het werk gegund. En zo heb ik de situatie overgenomen. Er is natuurlijk een contract met de aannemer met wie je door moet gaan. En er is nogal wat druk, zowel op LVV als op de aannemer. Maar er zijn ook heel wat beperkingen daarbij. De pompen zijn geleverd. Het moest geleverd worden dat precies zou passen in de oude infra welke daar ligt. En de oude pomp weghalen, nieuwe erin schuiven, schroeven, je kon de pomp draaien. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Het pomphuis welke geleverd is groter gebleken dan het gat waarin het zou moeten passen. Dus er komt er nu extra arbeid bij. Je gaat in beton moeten frezen om plaats te maken voor het nieuw pomphuis. Dat kost nogal wat in, tijd, geld, energie. En dat is nu gaande, dat deel is al gebeurd. Maar de experts uit India zouden komen sinds april dit jaar om het proces te begeleiden. Maar vanwege COVID konden zij niet afreizen. Dus we zitten nu hier met de aannemer die pompen moet installeren, maar die deskundigen zijn er niet. Ten aanzien van de werkomstandigheden van de ruim 16 arbeiders zal er een evaluatie komen, beloofde de minister. De arbeiders werken zonder veiligheidsattributen en hebben daarnaast ook geen geschikte ruimte tijdens de werkuren. Aan de andere kant met de arbeiders hier en met de technici hier, met de aannemers zijn we bezig toch nog te kijken van hoe wij de pompen alvast draaiende kunnen houden. Dat de boeren van water kunnen worden voorzien. En aan de andere kant zijn we bezig te kijken. En ik heb net een heel kort gesprek gehad met mijn directeur erbij. Om de komende week die zaken opgelost te krijgen. Want ze werken in shifts. Terwijl bij ambtenaren, hoe ligt dat nou? En dat is het probleem waarmee je zit als je praat over een productiesector. En je hebt met ambtenaren te maken. Ik heb niks tegen ambtenaren. Ik werk met hun. Ik ben ook ambtenaar geweest vroeger. Maar dit vereist een ander soort aanpak. Dus we gaan nu met hun aan tafel zitten, een van de arbeiders is ook lid van een vakbond, om te kijken van hoe wij tot een bepaalde shiftindeling kunnen komen en voor hun een hier en daar waar mogelijk een uitzondering zien te maken. Minister Pralaat Seudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren bij het pompgemaal te Wageningen. De drie oude pompen moeten dringend worden vervangen, zodat boeren in Nikeri over voldoende water kunnen beschikken.